zijn vandaag in Carnisse Veste in Barendrecht. En we vragen de mensen hoe ze denken over het project Barendrecht 2025. En hoe ze denken dat Barendrecht er over 17 jaar uitziet. Ik denk dat we dan inmiddels weer heel veel plekken, heel veel problemen hebben met jongeren die nu hier net geboren worden. En geen plekken hebben om te hangen, want er worden alleen maar scholen gebouwd, maar weinig voorzieningen. En ik denk dat er nog meer hoogbouwen gepleegd zal worden, omdat de behoefte vanuit Rotterdam voor huisvesting zal blijven, denk ik. En ik denk dat er meerdere dorpskernen zullen zijn, zoals deze op het oude dorp en misschien ook in Bijdorp straks wel. Ja. Welke ontwikkeling zou u graag zien? Ja, dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben hier 20 jaar geleden komen wonen en toen was het alleen nog maar het oude dorp. En inmiddels loop ik hier ook te winkelen. Dus wat dat betreft heb ik er vertrouwen dat het zich zo ontwikkelt en dat mensen zich wel aanpassen aan wat er op dat moment is. Ik zou het echt niet weten hoe het er over 17, 18 jaar uitziet. Oké, wat zou u graag zien dat er verandert? Ja, dat kan ik ook niet zeggen. Ik heb het prima naar mijn zin hier zo in Barendrecht. Dus ik zou niet weten. Nee, ik zou het echt niet weten. Nou, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar er zullen nog wel meer huizen staan en gebouwen. Ik denk dat daar bijvoorbeeld gebouwd wordt. Ik denk het ook wel, ja. Bent u bekend met het project Barendrecht 2025? Ja, daar heb ik over gelezen in de Schakel, in het Zuiden. In elk krantje huis en huis, daar staat het in. Wat ze dus van plan zijn in 2025. Ja, denkt u dat het goed is dat de discussie op die manier opgeroepen wordt bij de burgers? Ik denk het wel, want als ik dus kijk wat er allemaal dus gebeurd is naar de overkapping van de spoorlijn van de Betuwelijn. Dat is ook met discussie is dat ook gebeurd. Dus ik denk wel dat het helpt, ja. Oké, ze heeft er vertrouwen in dat het gemeentehuis luistert naar de burger? Dat heb ik zeer zeker, ja. Ik ken het inderdaad wel omdat ik het in de Schakel heb gelezen dat bezig is. En dat er inderdaad ook een presentatie te zien is ergens. Ja, wat is uw mening over het project? Vindt u het nuttig? Ik denk dat het zinnig is om niet alleen de ambtenaren op het gemeentehuis te laten nadenken over zich hoe het zou moeten ontwikkelen. Maar om daar ook de mening van burgers bij te betrekken, dat lijkt me altijd wel zinnig.